Ja, vanuit het motorhome. Het einde van de 24 uur nadert en het gaat lekker. We hebben natuurlijk veel tijd verloren in het begin. Een heel knullig probleem, want uiteindelijk bleef de pomp van de drinksysteem lopen, waardoor er water in de auto gespoten werd. En dat water zorgde ervoor dat we een elektronisch probleem kregen. Dus ik heb een hoop 24 uur races gereden, maar nog nooit zo knullig een race verloren. 13 ronden verloren. We liggen inmiddels 10 rondjes achter, dus ik heb 3 rondjes goed kunnen maken. Net 4 uur achter elkaar gereden. Aardig kapot. Ik moet er nog in voor de finish zo meteen, nog 2 uur. Dus ja, ik kan er nog even tegenaan. Maar heel veel tijd goed gemaakt. Ik heb eigenlijk bijna elke concurrent in de klasse wel een keer in kunnen halen. Sommigen zelfs 2 keer. En we liggen nog maar 1 rondje achter op de 3e plaats. Dus ja, wie weet pakken we nog een podium. Sowieso. Het is nog wel even te gaan, dus er kan nog van alles gebeuren. We geven niet op. Ja, verder, het is wel gewoon gaaf. In die banking, we rijden 300 met die dingen. Komt er zo'n Montoya of een Renger van de Zanden voorbij blazen met 340. Het is echt weer genieten. Het is niet makkelijk in het verkeer. Wij zijn ongeveer net zo snel als de GTLM auto's, dus daar moet je echt goed mee samenwerken. En de GTD, hè, de GT3 auto's, die zijn ietsje langzamer. Maar ja, die moet je echt, echt uitremmen. En die gaan ons vaak blokken. Dus ja, je moet vol aan de bak. Maar ja, het is weer een gave Daytona. Ja, helaas geen overwinning dit jaar. Die had er echt wel in gezeten, want de snelheid was gewoon top. Ik ben eigenlijk net 4 uur lang ja, de snelste op de baan geweest. En als ik het niet was, reed ik op gebruikte banden een extra stint. Dus ging gewoon lekker. En nou ja, ik heb eigenlijk nog wel zin om nog even 2 uurtjes te trappen. Zo. En wie weet kunnen we dat podium nog pakken. We gaan in ieder geval alles op alles zetten. Nou, tot later. Ik ga nog even rusten.